Hallo en welkom. In dit filmpje leer ik je ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. En hoe we dat gaan doen, dat gaan we aan de hand van enkele stappen doen. Je hebt hier 1 vierde plus 2 derde. De eerste stap bij het optellen of aftrekken van ongelijknamige breuken, dat is het maken van gelijke noemers. Dus je moet gelijke noemers hebben. Aangezien dat jullie nog maar net het KGV hebben geleerd, het kleinste gemeenschappelijke veelvoud, ga je dit nu ook kunnen toepassen bij deze breuken. Hoe doe je dat? Wel, je kiest het grootste getal van de noemers uit. In dit geval is dat 4. En je gaat de veelvouden van 4 opschrijven. Te beginnen bij 4. 4, 8, 12, 16 enzovoort. Tot je het eerste getal tegenkomt dat ook een veelvoud is van 3. In dit geval is dat 12. 12 is het kleinste gemeen veelvoud van 4 en van 3. 12 ga je dus ook kunnen gebruiken als noemer. Dat schrijf ik hier eventjes al op. 12 is mijn gemeenschappelijke noemer. We hebben dus het eerste stukje. Mijn eerste stap is al gedaan. We gaan nu naar mijn tweede stap. Wat we onder doen, gaan we ook boven doen. Dat wil zeggen dat, ik ga eens heel even een ander kleurtje nemen, van 4 naar 12, daarvoor doen we maal 3. Maar als we dat beneden doen, als we dat onder doen, moeten we dat ook boven doen. Dus 1 maal 3 is 3. We doen dat ook voor de volgende breuk. Van 3 naar 12, daarvoor doen we maal 4. En wat we beneden doen, dat doen we ook van boven. Dus 2 maal 4, dat is 8. Zo, dat was de tweede stap. De laatste stap. We gaan nu alleen de tellers optellen. Dus we gaan 3 plus 8 doen. En dat is 11. En de noemer, die gaan we gewoon overschrijven. Dat blijft gewoon 12. Zo, nu hebben we dus 2 ongelijknamige breuken opgeteld. Denk eraan, deze manier van ongelijknamige breuken optellen, kan je ook gebruiken voor ongelijknamige breuken met elkaar af te trekken. En dan nu, tijd voor enkele oefeningen. Ik ga eerst dit even wegdoen. Dit gaan we wegdoen. Zo. Oké, de oefeningen. 4/5 min 2/3. De volgende oefening. 3/5 plus 3/7. Nog een oefening. 16 plus 4/20. Veel succes!